Dagje, ik ben weer thuis. Wat is er aan de hand? Waarom huil je? En wie is dat? Dit is Titia, mijn dochter. Je kind? Hoe kan dat nou? Je had helemaal geen kind. 12 jaar geleden kwam er een Nederlands meisje naar Italië. Het was een korte, maar heftige liefde. Ja, en waar is jouw moeder dan nu? Ik ken haar niet. En zij kent mij ook niet. Ze heeft me afgestaan na mijn geboorte. En wie is de moeder dan? Haar moeder is jouw beste vriendin. Soms geluk en soms verdriet. Oké, genoeg gezongen. Kom maar op met die gevoelige vraag van je. Nou, waarom komen de tranen uit onze ogen als we huilen? Precies. Nou, ik heb een afspraak gemaakt met de huilspecialist van Nederland. Oftewel professor Ad Vingerhoed. Waarom tranen onze ogen dan eigenlijk als we huilen? We nemen iets waar met onze zintuigen. We horen iets of we zien iets. En dan geven we die signalen door naar dit deel van de hersenen. Daar denken we ook mee. Daar bepalen we of dat het erg voor ons is wat we zien of wat we horen. En als het erg is, dan wordt dit deel, dit onderste deel, actief. En dat is de zetel van de emoties. Dus dit gedeelte bepaalt eigenlijk van of we gaan lachen, gaan huilen, boos worden. Ja, en dat stuurt dan weer de informatie door naar het lichaam. Die zorgt dat onze hartslag sneller gaat slaan, de bloeddruk gaat omhoog of we voelen bibbers in onze knieën. En of we gaan huilen, dus dat de traanklieren actief worden. Soms geluk en soms verdriet. Hoi. Hallo. Wat is er? Anita, dit is Titia, ons kind. Wat? Het is mijn... Oh. Oh, jongens, vlug. Anita is zwanger. Ze is seropositief. Haal een dokter. Hey, doe iets. Hoe heet deze dokter ook weer uit deze soap? Dokter Gijs, maar die trouwt nu met Laura op de Canarische eilanden. Oh, dit ziet er zeer ernstig uit. Maar hoe werkt zo'n traanklier dan? Nou, dat gaat als volgt. Hier heb je het oog. En dan aan de bovenkant van het oog zitten kleine traankliertjes. Steeds als we knipperen met onze ogen, dan komt daar een beetje traanvocht vrij. En dat is om het oog te beschermen. En dat traanvocht, dat wordt afgevoerd hier in het hoekje door de traanbuis. En dan gaat het vervolgens in de traanzak, in de neusholter. Je kunt die traanbuisjes ook zien, hè? Kijk, hier is het begin ervan. Oh ja. Maar dat is natuurlijk nog geen echt huilen. Want als je nou echt verdrietig bent, dan komen de grote traanklieren. Zijn dat deze flapjes? Dat zijn die flapjes. Die worden dan actief en die maken extra veel traanvocht aan. Zoveel zelfs dat het allemaal niet meer afgevoerd kan worden door de traanbuis hier. Het is veel te veel. En wat gebeurt er dan? Dan gaan die tranen, die gaan over onze wangen rollen. Dus eigenlijk een overstroming. Ja. Ik ben zo gelukkig. Voortaan zal ons leven alleen maar bestaan uit rozengeur. En maneschijn. En papa, man? Niets of niemand kan ons gelukkig verstaan. Ja, en wie denkt er dan aan mij, hè? Niemand. Ik ga weg. Ik ga het klooster in. Maar je bent mijn beste vriendin. Je hoeft toch niet weg te gaan? Maar waarom huilen we nou eigenlijk? Huilen, dat wordt alleen gedaan door mensen. Dieren die doen dat niet. En dat komt omdat de mens als baby lang afhankelijk is van anderen. Dus omdat wij als kind zeg maar afhankelijker zijn, want dieren die zijn veel minder afhankelijk, want die kunnen sneller lopen, die kunnen hun eigen eten halen. Daarom huilen wij als mens? Ja, een baby kan niet praten. En die moet toch over een manier beschikken om aan de ouders of verzorgers duidelijk te maken van ik heb honger, ik heb pijn, of ik wil een schone luier aan.
En op een zodanige manier, met een krachtig middel, dat de ouders en verzorgers daar onmiddellijk op reageren. Dus noemen we twee dingen. We schreeuwen, er komt vocht uit onze ogen. Kunnen we niet gewoon één ding doen? Dat zou wel kunnen, maar als we iets doen dat mensen horen en iets doen dat mensen zien, dan is de kans veel groter dat mensen in de omgeving ook echt merken dat er iets met ons aan de hand is. Maar stel je voor dat we nou bijvoorbeeld tranen en een kare scheet laten. Zo krachtig. Ja. Ja, dat had gekund. Maar dat duurt meestal niet zo lang, een scheet. Dus we krijsen dat houdt aan, dat duurt lang. En door onze natte en rode ogen, daarmee kunnen we aan onze omgeving duidelijk maken dat er iets met ons aan de hand is en dat we troost nodig hebben. Dus dat hebben. Is eigenlijk de perfecte combinatie? Dat is de beste combinatie. U zegt net dat dieren niet kunnen huilen. Hoe zit het dan met krokodillentranen? Nou, een krokodil die heeft wel tranen, maar dat zijn geen tranen van verdriet. Die tranen die zijn nodig om als hij eet, als hij zijn prooi verslindt, om ervoor te zorgen dat die prooi makkelijk in zijn maag glijdt. Want die tranen die lopen ook in zijn mond. En dus zeggen we van iemand als hij of zij huilt, en ze menen het eigenlijk niet, van dat hij of zij krokodillentranen huilt. Hey, maar jullie janken wel heel wat af in die serie, of niet op een dag? Ja. En hoe doen jullie dat dan eigenlijk, zonder dat jullie emoties echt zijn? Nou, de emoties zijn eigenlijk wel echt. Maar hoe doe je dat dan? Dan denk je aan iets heel triest. Ja, iets inderdaad wat in je eigen leven gebeurd is waar je verdrietig om bent geweest, wat je echt heel erg zou vinden. Ja, of je leeft je zo in je rol, dat je daar iemand ziet liggen die dood is gegaan, of die vreemd is gegaan, of die een kind heeft gekregen, dat je daar in de scène zelfs om moet huilen. Ja. Maar dat is heel moeilijk. Nou, ik vind het bijzonder knap. Ja, wij zijn helaas niet zo professioneel, maar wij hebben dan weer een trucje. Zal Jetske voorgoed weggaan? Hoe lang zal het geluk van Anita, Stefano en Titia duren? We zullen het nooit weten.